Daar, daar heb je gelijk in. Alleen, uh, we moeten wel eerlijk zijn. We moeten wel. En ook natuurlijk tijd ook. En natuurlijk ook uh, een belangrijk feit op tafel leggen. Ja. Wij zijn. Wij hebben geluk als Marokkanen. Uh, geluk in de zin van. We zijn verbonden aan Marokko. Uh, we zijn. We kunnen makkelijk. Uh, Marokkaan in Nederland bedoel je niet? Ja, Marokkaan in, overal in de wereld. Okay. Ik denk uh, hoe de Marokkanen in Nederland denken over Marokko, is precies hetzelfde hoe andere diaspora over Marokko denken. Uh, kijk, dat geluk hebben we. Dat we die verbinding altijd hebben. Het is niet uh, dat we altijd twijfelden aan Marokko. Alleen wat wij, wat wij willen, is uh, dat Marokko die kansen biedt aan de diaspora. En die kansen zijn niet altijd er. Uh, altijd, uh, dus uh, dat. Dat, dat, moeten we, dat moeten we heel goed, uh, goed, goed uh, benadrukken. De, weet je dat, dat uh, president John F. Kennedy, die had echt een hele mooie uitspraak gedaan. De, die, ja. zei, die zei van, uh, ja, op een gegeven moment was, uh, die, die gaf een toespraak en die zei tegen de Amerikanen, je zou eens vragen vraag aan jezelf moeten gaan stellen. En dat is, hij zei van, ja, je moet dus niet, je moet dus niet uh, uh, de vraag stellen aan jezelf, van ja, wat kan het land mij bieden, maar wat kan ik het land aanbieden? Ja. Je, ik denk als je, dat is een, een hele mooie uitspraak. Als je inderdaad met zo'n mindset hebt, dan ga je denk ik wel ook makkelijker in Marokko kunnen vloeien. In plaats ja, van uh, dat je gaat zeggen van ja, de, de, de Marokkaanse overheid doet niet heel erg veel. Nee, ik dat, heb uh, niet over overheid, nee, he? ik het niet over Marokkaanse overheid. Het is een uh, ecosysteem. Ja. Hè? Uh, een ecosysteem moet natuurlijk ook uh, gezond en. Uh, en positief zijn, want dan creëer je ook positieve ambassadeurs uh, die, uh, die het makkelijker maken, net als jullie actief zijn in Marokko, en ik ook natuurlijk. Dat je ook een mooi verhaal kan vertellen, wat eerlijk verhaal kan vertellen, om mensen te stimuleren, om zaken te kunnen doen in uh, Marokko. Uh, Dubai in 2003, 2005. Ik ben in 2005 uh, eigenlijk uh, voor het eerst naar Dubai gegaan. Nee. En ik zag die ontwikkelingen. Die was ook leeg. Mensen wilden naar Dubai. Die hebben helemaal geen verbinding met Dubai. Hoe was het in 2005 trouwens? Dan? 2005 zijn ja. ze net begonnen met uh, Palm Island. Uh, dat was toen een hele grote hype in de wereld. Uh, er was ook die oplichtingzaak toen in de tijd uh, met uh, Nederlandse, uh, Nederlandse ondernemers. die uh, heel veel mensen hebben opgelicht om huis te bouwen op die, uh, op op die op, Palm uh, Island. Palm ja. uh, maar het was leeg. Ik kom na zes maanden terug, er zijn een nieuwe snelwegen gebouwd. Hmm. Uh, ze hebben mensen nodig. Ze hebben krachten nodig, dat weten ze, dat beseffen ze. Dus ze hebben een mega groot campagne gedaan, wereldwijd, om mensen aan te trekken. Want, uh, Dubai heeft uh, volgens mij uh, niet eens uh, meer dan 1 miljoen Emiratis uh, daar wonen. Dus uh, de rest is allemaal expert. 80% is bijna expert. Uh, om die vergelijking met Marokko te trekken: wij hebben geluk. We hebben bijna 5 miljoen Marokkaanse diaspora in de wereld wonen, die allemaal hetzelfde droom hebben uh, zoals jij en ik. Die willen graag iets voor het land betekenen. Dat zegt ze allemaal. Wat ook JFK, die heeft heel goed. wat jij heel goed hebt verwoord. Ook, ook achterstaan. Dat weten ze. Er zijn ook heel veel mensen geweest. die het geprobeerd hebben. en niet gelukt is. Maar er zijn ook heel veel mensen geweest. die verborgen zijn. die wij niet zien. maar die ook gelukt is. Het is niet dat het niet lukt. Alleen, het is niet van het gaat niet goed in Europa. dus we gaan verhuizen. Nee, we hebben dat altijd gehad. Wij wilden altijd mee ontwikkelen. We willen graag een land die ook vooruit gaat... willen we ook vooruit helpen. En die mindset, gelukkig... die zit bij heel veel Marokkanen. Neem onze ouders als voorbeeld. De investering die ze gedaan hebben. Vanaf de jaren 70. Huizen gebouwd, paleis gebouwd. En maar altijd trouw geweest aan Nederland. Belasting betaald, alles gedaan hebben. Ze, ze hebben ook goed geïnvesteerd. De generatie die er nu komt, die heeft andere bagage. Onze ouders die hebben al bagage, die hebben een huis gebouwd, real estate. In Marokko verder ontwikkeld, el -saba, dus de valuta gewoon binnengebracht. Nu heb je een generatie die veel meer bagage heeft, die Marokko als Afrika heel hard nodig heeft. Alleen die matching moet nog plaatsvinden. Ja, dat is waar. En dan moeten we nu ervoor zorgen dat die matching komt. En dat is jullie rol. Dat jullie ja. een positief verhaal gaan vertellen, maar jullie moeten ook zorgen dat het ecosysteem in Marokko aantrekkelijk is. Dat je hier je leven kan, kan maken, dat je een trots Marokkaanse Nederlander of een Frans Marokkaan, of een Marokkaan zelfs, als je zegt: Ik ben volledig Marokkaan. Dat je hier kan komen en je kan je leven, leven bouwen. Dat je ook heel positief ingesteld wordt. En ook met die attitude komt van, uh, van Jeff Kennedy, die quote ik, ik kom hier, ik ga een bijdrage leveren aan de maatschappij. Dat hebben we ook gezien met de uh, aardbeving. Je hebt gezien wat voor hart Marokkanen hebben. Ja. Allemaal. Zelfs de Marokkaan die hier woont, die niks heeft. Die echt het land wil vooruit helpen. Nou, denk je dat met die. Een paar, uh, je, een paar huizen die, die mensen nodig hebben. dat de, de overheid dit niet kan betalen? De fonds is binnen een paar dagen. met geld van, van het volk is vol. Mensen kwamen met vliegtuigen uit de hele wereld. Die kwamen gewoon met blote handen. kwamen ze mensen helpen. Geld gegeven. Dus die kracht is er. Alleen. wat ik zeg. Wat in Nederland is. of wat in Europa speelt kan niet 500.000 of 600.000 Marokkanen wegdrijven om hier te komen zitten. Als, als het tijd is, en rijp is en het gaat goed. En wij hebben, dat doen jullie, dat doen mensen net als ik of jullie, even het platform hier bieden. Even proberen dat het ook echt goed werkt. Je wil niet dat mensen komen en morgen teleurgesteld worden. Mensen denken dat ze morgen met geld komen en twee contacten bij, binnen de familieleden hier kunnen investeren en succesvol kunnen worden. ...nou, We moeten het niet over onze problemen gaan hebben van afgelopen jaren van oplichting, van geld wat je kwijt bent. Ja, ja. Ja, we hebben het soms over. Hoor. Dus, dus de, de, maar dat, dat heb je ook in, ja. in elk land. Ja, nou, Alleen omdat wij die verbinding met Marokko sterk is, ja, zijn we wat kritischer, zijn we wat. Uh, ja, het is we love it, we hate it. We, ik, weet, ik weet niet hoe je het moet noemen, maar het is wel goed als we die. Als we die twee zouden, zouden, zouden splitsen. splitsen. Want er is genoeg geld vanuit Nederland naar Marokko altijd gestuurd. En nog steeds altijd. En vooral als het, als het gaat. het grootste geld uh, van de diaspora. die naar Marokko gestuurd was het, wordt. Uh, 2023 was zo'n. Uh, 3020. In, in de COVID-tijd. Die heeft alle records gebroken. Ja, ja. Dus dat zegt al genoeg. De vraag nu is: Marokko is de rising star. die heeft de hele wereld nodig. Wil je, wil je de. De Reis in Star van Afrika worden. Wil jij straks de WK gaan organiseren? Wil jij andere dingen ding, 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 ding organiseren? Heb je een mankracht nodig? Dan zou ik zeggen, begin bij jouw diaspora die kwaliteiten heeft ja. en die graag wil terugkomen. Want er is een grote groep die graag in Marokko wil wonen, niet terugkomen, die wil wonen, die wil leven bouwen. Die vinden het heerlijk, de exotisch, Marrakesh. Tanza, uh, Sahara, alles. Dat dat, dat willen. Ik ga niet vluchten omdat Marokko beter is, omdat die anders slecht is. Nee. Als Marokko dat biedt, dan is de wereld, is de wereld welkom. En daarom gaf ik het voorbeeld van Dubai. De wereld wil naar Dubai. Er zijn veel Nederlanders naar Dubai verhuisd. Ja, ze konden geld maken, ja. ze konden een beter leven hebben, de zon is goed. Marokko biedt dat allemaal. Ja. Alleen, het moet wel. wel in verraslik. Het ecosysteem moet wel. Het ecosysteem moet, moet, het ecosysteem uh, moet gewoon. En, ja. en iedereen weet het. We moeten niet ook uh, een rooskleurig plaatje gaan plaatsen. Zeggen: Nou, je kan morgen komen en dan kun uh, je morgen uh, succes boeken. Nee, uh, je hebt. Uh, je hebt, uh, je hebt uh, veel trajecten die je moet doorlopen. Je moet vertrouwen bouwen. Je moet mensen zoals jullie ontmoeten. die eigenlijk uh, de slagen van de zweep al uh, uh, genoeg gehad hebben. die weten wat de kanalen, de kanalen die je moet bewandelen. En wat dat betreft, qua Nederlanders of Nederlands-Marokkanen in, in Marokko, is dat zeer beperkt. Ja. Ik bedoel, al die jaren dat ik hier actief ben. of dat ik heen en weer ga, ontmoet ik heel weinig. Uh, en, en van één kant is dat misschien. Uh, een, ja, alarmerend dat mensen niet durven te investeren voor Marokko. Dat Marokko iets zelf aan moet doen. Het is niet dat mensen het niet willen. Het is alleen dat mensen zijn bang. Ze weten niet waar ze mee moeten beginnen. Plus, we hebben heel veel negatieve verhalen van vroeger die nog steeds. Uh, in een netverlies van heel veel mensen uh, nog steeds uh, vastzit. En dan, ik denk dat, dat dat ook wel belangrijk is dat eraan gewerkt kan worden. Ja, dat moet doorbroken worden. Ja, ja en, en, en wat ik ook, we uh, uh, wel eens eerder over gehad, uh, jij en ik. Toen heb ik gezegd van ja, kijk, uh, waar ik ook wel hoop in zie. Of waar ik denk van ja, dit zou misschien mogelijk, wel te, mogelijk kunnen maken dat we de, het uh, ecosysteem van Marokko kunnen verbeteren. Is door gewoon nu in deze komende periodes, of deze komende jaren, ervoor te zorgen dat we die die, die uh, ervaren en die keiharde werkende orde, uh, ondernemers als allereerst in Marokko krijgen, want echt die kwalitatieve. En dat die ervoor zorgen dat ze uh, gewoon heel rustig klein beginnen. Uh, ga een sector in, uh, kijk wat je kan doen. Leer van al je fouten die je maakt. Probeer te netwerken. Daar gaan we straks nog uh, een stukje over hebben. Dat is echt uh, een van jouw uh, sterkste kwaliteiten. Smart uh, networking is het. <laughs> <Ja>. <laughs> maar dat die, uh, hoe het, uh, dat die ondernemers zoals uh, Ali en ik, en, uh, maar ook zoals jij dat die wel echt het verschil kunnen maken en dat we ervoor kunnen zorgen dat, dat Marokko echt naar het volgende niveau gaat. Ja. En dat als we dan op dat moment uh, een, een stukje verder zijn en dat we ergens in 2030 zitten, en het is verbeterd, en we hebben uiteindelijk vele, uh, op, op vele gebieden hebben we verbetering kunnen brengen, en er is ontwikkeling op het onderwijs, en er is ontwikkeling in de gezondheidszorg, dat mensen op een gegeven moment ook gaan beseffen van, oké, okay, want kijk, de overgrootste gedeelte, dat zijn werknemers. En die willen, dat, 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 daar is niks mis mee. Want die moet je ook hebben. Want ja, die willen gewoon een, die willen gewoon een, een mooi huis. Die willen een mooie auto. Die willen gewoon goed inkomen. Die willen ja. gewoon goed voor hun uh, gezin kunnen zorgen. En dat zit. Ja. En dat is wat nog steeds de dag van vandaag, zeker wel in Marokko nog ontbreekt. Maar ik zie daar wel verandering in. En ik denk, ik heb daar hoop in. Ik denk dat het gaat lukken. Dat is ook wel echt een van de redenen waarom wij de High Frequency Podcast hebben. Oh, Mooie ja. mooi uitleg. Nu, nu weet ik wat high frequency oh, okay. betekent. Hoge <laughs> frequentie. Ja, ja, absoluut. Als je van de aflevering hebt genoten, klik dan hier voor een andere aflevering. Wil je de volledige aflevering bekijken? Klik dan hier.